We zien hier achter mij bovenleidingswerkzaamheden. De bovenleidingswerkzaamheden die zijn nodig zodat we straks het definitieve zijperron goed kunnen bouwen en het tijdelijke zijperron weg kunnen halen. Wat het leuke uitdagende aan dit project is dat je een definitief zijperron gaat bouwen in een monumentale omgeving. Onderdeel van die monumentale omgeving is het oude posttegenbouw. En we gaan dit gebruiken als wachtruimte. We staan hier op de plek waarbij je de contouren kan zien van het nieuwe definitieve zijperron. De betonvloer is al verder voorbereid. De nieuwe definitieve vloer die zal de komende weken gestart worden. Niet alleen op het station zijn we bezig. We zijn ook op deze locatie in de Rivierenwijk in Deventer bezig met de bouw van een tunnel. En die tunnel is een langzaam verkeertunnel. Voetgangers, fietsers, scootmobiels. Het is echt een vervanging van een overweg die een aantal jaren geleden is gesloopt. Die was gewoon te onveilig. Deze tunnel creëert gewoon een veilige verbinding. Dus uiteindelijk zal de reiziger hier ook geen hinder ondervinden. Nu zijn we bezig met het schuiven van de tunnel. En die tunnel die gaat nu langzaam wordt die in de spoorbaan geschoven.